Yo, Nintendo fans! Als het goed is, gaan we erachter komen wie Cassiopeione is. Het Clavel die staat hier. What's up, Rikachu? What's up, Clavel? De naam is Clive, weet je nog? Maar nee, ik moet deze act nu tot een einde gaan brengen, zegt Clive. Dit is mijn ware identiteit. Haha! Nou, nu gaan we het zien hoor. Oh. Is het wel Clavel? Nou, die zag ik niet aankomen. Als jij hem wel aan zag komen... Doe duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En vergeet niet te abonneren. Nou, hij biedt zijn excuses aan voor zijn fantastische vermomming. De jongen die hij kent als Clive was niemand anders dan de directeur van de Naranja Academie. Meneer Clavel. No way. Serieus, dat wist ik niet. Maar hij moet nog iets aan ons vertellen. De echte identiteit van Cassiopeia, de grote baas van Team Star, was... Ik geloof jou niet. Ken helemaal niet. Dat is onmogelijk. Toen je Cassiopeia over de telefoon hoorde, was dat een opgenomen stem? Ja, ik was heel slim. Dat heb ik zo gedaan. Dus, meester Rikachu, nu weet je dat ik de grote baas ben. Er is nog maar één ding wat we moeten doen. Wij gaan battelen. Ben jij echt Cassiopeia? Ik geloof jou niet, vriend. Oké, kom battelen dan. Welke Pokémon Ios heb je? Oranguru. Ik heb Kingambit. Ah, met deze battle zal operatie Starfall eindigen. Is cool, vriend. Hier, ik heb... Nee, niet mij laten slapen. Hopelijk one-shot ik hem gewoon met mijn Kowtow Cleave. Let's go. Gooi je aanval. Oh, hij overleeft het gewoon. Niet slapen, King Ambit. Niet slapen. Goed zo, nog een keer gebruiken. Hoppakee, Oranguru. Is weg. Lekker gedaan, jongen. Dat is in ieder geval één Pokémon. Ja, en nu ben ik wel in slaap gevallen. Hij gaat nu voor Houndoom. Is goed, vriend. Ik ga voor Quaquavel. Ik battle gewoon tegen de directeur van de school. Serieus? Maar als ik nu de directeur van de school versla, hè, dat zou echt heel slecht zijn voor de school. Houndoom. Go, Qua... Oh, Thunderfang. Je hebt serieus Thunderfang? Doe normaal. Pardon. Doe normaal. Doei, Houndoom. Mossel. Kom maar op met die XP'tjes. Nu dan, een bommensnow. Oké, is cool. Annihilate. Ik gebruik Annihilate. Mijn super sicke fighting ghost type A Pokémon. Dit is wel echt cool, man. Hij blijft vet. Bommensnow. Oh, ga je het nou laten sneeuwen? Ja, dan ga ik straks misschien met zijn Titan gebruiken. Maar eerst close combat. Die is kapot sterk. Ga ik een bommensnow slopen? No. Hij overleeft het. En mijn defense gaat naar beneden. En mijn special defense gaat naar beneden. Hij gaat voor Aurora Veil. Want dat deed iets van bescherming, toch? Ja, nu zijn ze beter verdedigd. Tegen zowel normale aanvallen als special attacks. Dus het is best wel slim van de Bommersnow voor die laatste Pokémon die Clive gaat hebben. Of heeft hij er nog twee? Hij heeft er vast nog twee. Je hebt wel 6 Pokémon, toch? Directeur van de academie. Hoppakee. Zijn Titan een leveltje omhoog. Nu tegen Poltegeist. Ja, dan heb ik dus eigenlijk King Ambit nodig, maar die slaapt. Oké. Kyloa Trails kapot snel. Daar gaan we voor. Let's go! Met je mooie theepotje Pokémon. Discharge! Ik doe hem echt geen damage. Hij is wel paralyzed. Maar ik doe hem echt amper damage. Oké, gelukkig. Hij kan mij niet aanvallen. Oké, dan gaan we voor Hurricane. Hoeveel damage doet Hurricane op deze gekke Pokémon dan? Ook bijna niks, joh. Jeetje. Ja, jij kan mij wel behoorlijk raken. Ik ga roost. Ik ga mijn HP aanvullen. Let's go. Dan hoop ik dat hij weer paralyzed is. Ja, kijk, lekker dit. Oké, de sneeuw is in ieder geval gestopt. De Aurora Veil is weg. Nu kunnen we hem weer gaan slopen. Nu gaan we hem ongetwijfeld weer meer damage doen. Discharge, nog steeds niet heel veel. Maar het is wel heel lekker dat hij de hele tijd geparalyzed is, hoor. Goed gedaan, Kyloa Trail. Het is nog niet klaar. Ik mis weer mijn dual wingbeat. Die aanval, ik weet niet wat er met die aanval is, maar die aanval mist zo vaak. Terwijl Hurricane raak ik altijd, maar mijn dual wingbeat, die heeft 90% accuracy en die mist gewoon altijd. Nou ja, niet altijd, maar wel vaak. Gaat helemaal nergens over. Nu raak ik hem wel. En daarmee sloop ik hem nog steeds niet. Zijn defense is wel naar beneden aan het gaan. Oh, dat had ik misschien eerder moeten doen. Zijn snelheid gaat dan weer wel omhoog. Hij doet nu Shell Smash. Dan gaat zijn defense denk ik weer omhoog. Oh, dan gaat zijn defense nog verder naar beneden. Maar dan gaat zijn attack zeker omhoog. Als die mij nu raakt, is Kyloa Trail denk ik echt kapot. Zijn snelheid is ook nog verder omhoog. Zou ik nog sneller... Ja, ik ben sowieso sneller. Nee, hij is toch paralyzed? Als die paralyzed is, dan is hij toch altijd langzamer. Wat is dit voor ons? Dit is fraude. Hoe kan dit? Hij is paralyzed. Dan hoor je langzamer te zijn. Wat zijn dit voor hacks? Ik accepteer dit niet. Ik wil de VAR. Alsjeblieft. De VAR. Even hier naar kijken. Ja, dan ga ik ook jouw flash, jongen. Dan ga ik Aqua Jet doen, want die is altijd sneller. Shadow Ball is toch niet altijd sneller? Is Shadow Ball altijd sneller? Was dat het? Ik geloof het niet. Ik kan het niet geloven. Man, Kyloa Trail is gewoon down. Dat vind ik niet eerlijk. Close combat. Dat is een move die Quaquavel wil leren. En dat ga ik doen in plaats van low sweep. Let's go. Dan heeft hij nog een Gyarados. Oké, dan heb
heb ik ze Titan voor je. Oeh, let's go. De shiny baas. Ik ga jou terrestrializen, man. Ik wil mijn shiny wel even terrestrializen. There we go. Oh, Stone Edge. Oh, dat vind ik niet leuk, hè. Dat vind ik echt niet leuk dat je dat doet. Zo heb ik niks aan mijn terrestrializing shizzle. Ja, dit schiet niet op. Ik had Avalanche moeten doen. Dat was een betere keuze geweest. Nu gaat Titan kapot, verdorie. Waarom ken je opeens een steenaanval? Waar slaat dit op? Clavel, je bent een vieze cheater. Jij bent echt een belazeraar. Niet oké. Okay. Ik vind dat ik hier flink belazerd word gewoon. Straks ga ik nog van deze man verliezen ook. Dat kan echt niet. Waarschijnlijk heeft Annihilate ook niet de beste defense. Nee, dat valt inderdaad een beetje tegen. Annihilate gaat er ook aan. Oh, ik word gemist. Oh, top. Aqua Tail mist. Alsnog ga ik Gyarados nu niet verslaan. Ja, daar gaan we. Quavo, jij bent sneller toch? Jij bent nog de snelste Pokémon ooit. Oh my god, Gyarados is gewoon sneller dan Quackwavel. Die Gyarados die doet wel moeilijk, zeg. Nou, Mioscarada. Heb ik daar nog wat voor? Nou, niet echt, denk ik. Ik denk dat Klosseier een groot probleem heeft nu. Ze zijn ook wel allemaal echt super hoog level. Ja, dan gaat hij natuurlijk nog even terrestrializen, dat ook nog. Heeft hij waarschijnlijk een hele goede grasmove. Maar die is niet super effective. En ik heb wel een super effective move op hem. Misschien had ik hem moeten laten slapen. Dat had beter geweest, man. Ik had Yarn moeten doen. Dan had ik hem nog kunnen verslaan. Clavel zegt, doe maar een stapje terug. Want dit wordt gevaarlijk. Flower trick. Een trucje met bloemen. Wat is dit? Een kusje voor mij. Waarom zo'n harde critical hit? Dit is niet oké. Okay. Waarom krijg ik nou een critical hit op mijn hoofd? Oh my god. Ja, dit kan niet meer goed komen. Die flower trick die is veel te goed. Die is veel te sterk. En ja, jij bent veel te snel voor mij. Dit is gewoon steeds een critical hit. Doe is normaal. Dit is echt niet oké okay, dit. Ik heb nog King Ambit, maar die slaapt. Is Quackwevel sneller? Is nu de vraag. Ik denk het niet, man. Nee, ik denk het niet. Het zijn ook alleen maar critical hits gewoon. Ik ga verliezen van freaking Clive. Niet te doen. Ik kan een max revive geven aan Klotsire. Die kan hem dan gaan slopen. Ja, oké, maar dit had ik veel eerder moeten doen. Want ik bedoel, jij hebt niet zulke goede aanvallen tegen mij. Maar ik ben aan het slapen. Ik had een awakening moeten gebruiken nu. Oh, ik ga hem gewoon met jou verslaan, joh. Easy. Heb ik nog awakenings? Ik hoop dat ik nog awakenings heb. Ik ga eerst eens even een hyper potion gebruiken. Er komt iemand gewoon door beeld lopen. Gewoon door Mioscarada en King Ambit meteen. Hallo, wat doe jij? Oké, doei. Nou, ondertussen hoef ik waarschijnlijk geen eens meer een awakening te gebruiken. Word ik nou al een keer wakker of niet? Waarom slaap je de hele tijd? Word eens wakker, vriend. Word even wakker. Iemand zit je te slaan. Goed zo. Eindelijk ben je wakker. Klap hem. Clavel. Afgelopen nou. Oh, dit ging weer lekker moeizaam, jongens. Oké, maar we hebben Clavel verslagen. Die zegt dat die Cassiopeia is. Ja, stond wel hier op het schoolplein. Of is het... Ja, maar ik geloof er nog steeds geen bal van. Clavel zegt, nou, meester Pikachu, je treasure hunt gaat goed, hè? En nu, ik moet me weer verontschuldigen. Ik ben niet Cassiopeia. Ik zei het toch. Cassiopeia's ware identiteit blijft verstopt. Maar Cassiopeia wil ermee doorgaan. Ik kan me niet voorstellen dat een student van Cassiopeia kan winnen. Dus, ik heb jou uitgedaagd voor een battle. Als je had verloren, dan had ik zelf Cassiopeia moeten verslaan. Maar nu heb jij van mij gewonnen. En als iemand dat kind kan redden, dan ben jij het wel. Ik schaam me dat ik een van mijn studenten deze taak moet geven. Maar versla alsjeblieft Cassiopeia. Schakel de baas van Team Star uit en win. Dat is goed, meneer. Dat gaan we doen. Oh, Time. Hallo. Wat doe jij hier? Die zegt, schaam je, Clavel. Ik kwam hier omdat iemand de regels overtreedt. Je mag helemaal niet battelen hier. En het is nog wel de directeur zelf die hier aan het battelen is. Wat denk je wel, potverdorie? En Clavel probeert het uit te leggen, maar Time zegt, nee, je hoeft het niet uit te leggen. Je bent een stunky. We moeten naar het schoolplein, blijkbaar. Dit is dus blijkbaar niet het schoolplein. Of wel? Nee. Ja, niet dus blijkbaar. Oh, mijn Pokémon zijn geheeld. Ik ga Quackwavel als eerste zetten, want dat is denk ik mijn sterkste Pokémon. Waar is het schoolplein dan? Is dat daarachter of zo? Ik ga daar naartoe vliegen, want daar ben ik een keer geweest. Maar daar is nog helemaal niks gebeurd tijdens de hele story van deze game. Cassiopeia, ben jij toevallig hier ergens? Nee? Waar dan wel? Hier, in het midden. Cassiopeia! Nee? Hallo? Mensen, ik ben op zoek naar Cassiopeia. Kan iemand mij vertellen waar Cassiopeia is? Hier dan? Bij Battlefield? Nee? Hallo? Ja, hier ga je naar de Pokémon League. Maar dat wil ik nog niet. Ben je binnen of zo? Waar ben je? We moesten naar de schoolyard. Dan gaan we maar gewoon... Oh, wacht. Kunnen we er alleen maar op deze manier naartoe? Is dat het ding? En daarom stond Clavel voor de deur te wachten. Hier is het. Hallo?
Het is Penny. Ik dacht het al. Ja, dan kun je je capuchon op je hoofd doen, maar ik herken je Eevee-tas hoor. Dankjewel dat je bent gekomen. Ja, want ze deed al zo passief in het begin toen we die bullies verslogen. Zo van, dat doet me helemaal niks. I knew it. Ik wist dat jij freaking Cassiopeia was. Elke keer kom je mij die beloningen geven nadat ik gewoon die battles voor jou had gedaan op die Team Star Base. Dus ik dacht al, waar kom jij vandaan en waarom kom jij überhaupt? De grote baas Cassiopeia. Ja, dat ben ik. Ja, dat had ik verwacht. Ik heb jou verleid om mij te helpen. Ik heb je in de gaten gehouden. En jij moest voor mij de bazen battelen. Alles zodat ik mijn doel kon bereiken. Het einde van Team Star. Maar er is een klein deel in mij wat wil dat Team Star voortleeft. En ik moet jou wel battelen. Dit is het laatste gevecht. Ben je ready? Ik ben ready. Let's go, Penny. Oh, waarom ben je niet gewoon Clavel? Waarom ben je nu weer opeens Clive? Oké. Oh, je bent wel Clavel. Nee, wel. Nee, Clive. Hij is helemaal in de war. Hij zegt, Penny, wat? Nee, wat? Ben jij dit Cassiopeia? Ja, dit is Cassiopeia. Neem alles op wat er nu gebeurt, zodat ik een video kan sturen naar Team Star. En dan zien ze het resultaat van deze battle zelf. Oké, Penny. Wat heb jij voor mij in petto? Ik ben de grote baas van Team Star. De naam is Cassiopeia. Nee, Penny. Nu, buig voor mij. Buig voor de kracht van de Team Star's oprichter. En daarna keek ze weer heel onschuldig. Dus toch, Penny. De vraag van de dag is, zag jij dit aankomen? Laat het weten in de reacties. Oh, sikke hardcore beat. Let's go. Zo, deze beat is niet te doen. Yo, je hebt wel bijna mijn lievelings-Pokémon Umbreon gewoon. Ik ga voor close combat. Let's go. Hebben we dan Umbreon in één keer? We hebben Umbreon in één keer verslagen. Heerlijk. Dat is alvast 1-0. Oh, jij hebt zeker alle evolutions. Daarom heb je een Eevee rugtas. Lekkere beat dit. 2 Pokémon level omhoog. We moeten nu tegen Jolteon. Dan gaan we voor Clodsire. Ik ga heel goed op deze muziek. Jolteon was vroeger mijn favoriete evolution. Toen alleen de eerste generatie nog bestond. Toen vond ik Jolteon het allervetste. En nu had ik natuurlijk gewoon die Toxic Spikes moeten gooien. Potverdorie. Ik vergeet het weer. Earthquake. Kan alsnog. We gaan nu Toxic Spikes gooien. Beetje happy hardcore ertussen. Lekker dit hoor. De Toxic Spikes liggen. Elke Pokémon die Cassiopeia nu in de battle gooit, wordt vergiftigd. Wat ben je aan het doen, Jolteon? Je bent alleen maar Babydoll Ice aan het doen. Je bent alleen maar aanval maar naar beneden aan het doen. Ja, het mag hoor, van mij. Nou, maar Jolteon is verslagen. Waarschijnlijk heeft hij voor de rest alleen maar electric aanvallen die mij toch niet raken. Alright, lekker. Nu Vaporeon. Dan gaan we voor Kyloetrill. Vaporeon is poison. Discharge. Oké. Dat doet helemaal niet zoveel pijn. Ja, je huiddorpunt raakt mij gewoon, hè? Ja, die doet mij wel pijn. Hij is ook level 62. Hij is 6 levels hoger dan mijn Kyloetrill. Want mijn Kyloetrill, die wint. Level 62. Oeh, sick hoor. Ik moet oppassen. Nu Flareon. Ja, dan ga ik toch voor Quaquavel. Let's go. De vierde evolution. Nu Flareon. Mijn aanval en verdediging zijn omlaag gegaan omdat ik al 1 keer close combat heb gebruikt. Ik ga nu voor Liquidation. Level 62 ook weer hoor, die Vaporeon. Of ik bedoel die Flareon. Maar deze maken we wel in 1 keer kapot. Lekker. Goed gedaan, Quaquavel. Met de losse heupjes. Lekker. 3 Pokémon een level omhoog. Nu, Leafeon. Dat moet een prooi zijn voor Titan. Let's go. Oh, deze muziek. De beste soundtrack in de hele game, hoor. Leafeon is poisoned. En ik ga denk ik voor Avalanche. Want als ik dan damage heb gepakt in deze beurt, dan doet deze dubbel zoveel damage. En inderdaad, ik had al verwacht dat Leafeon sneller zou zijn dan mijn Titan. Want mijn Titan is langzaam. Hij is bijna in 1 keer kapot, omdat hij ook poisoned is, maar net niet helemaal. Ik heb geen move die eerder is, volgens mij. Dus we gaan voor Ice Spinner. De tweede Leaf Blade, die overleef ik ook. En met Ice Spinner finish ik Leafeon. We gaan goed tegen al deze evolutions, jongens. We gaan lekker. Sorry, Leafeon. Lekker. Dan nu Sylveon. Dan pakken wij Clodsire weer. Ik kan ook King Ambit pakken, maar die is ook Dark. Dus ja, dat kon allebei. Ik heb natuurlijk geen Steel-type aanval met King Ambit. Die moet ik hem echt even leren, want het gaat helemaal nergens over. Voordat we de Pokémon League gaan doen, moet hij wel even een Steel-type move gaan leren, hoor. Is dit de laatste, trouwens? Is dit jouw laatste Pokémon? Ga jij Sylveon terrestrializen? Dit is jouw laatste. Dan gaan wij samen terrestrializen. Cassiopeia, a.k.a. Penny, is sneller met Sylveonnetje. En daar is die. Blijft een Fairy-type-ie.
En daar is Klotsaier. Oh, babydol-ijs krijg ik weer. Dikke prima, ik doe poison jet. Oeh, ik heb maar 1/3 ongeveer ervan af. Maar omdat hij poison is, gaat toch meer dan de helft ervan af. En kunnen we hem in deze beurt kapot maken? Ja, helemaal. Als je gaat afsluiten met babydol-ijs. Alhoewel, ik doe nu natuurlijk nog minder damage. Maar ja, hè? Je bent wel poisoned. Dus ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Baas van Team Star. Maar zo ga je niet winnen. Zo ga je niet winnen, Penny. Ja, Moonblast. Dat is wel een sick aanval. Ben benieuwd wat dat gaat doen. Oh, ja, die doet meer dan de helft van mijn HP eraf halen. Maar het is te laat. Het is over en uit voor Team Star. En ik heb toch wel een zwak voor Team Star. Omdat zij gewoon tegen de pestkoppen hebben opgetreden. Dat vind ik sowieso een goed ding. Dus ik heb wel respect voor Team Star. En voor Penny. Maar we hebben wel gewonnen. Oh, ze is boos. Ze is boos. Het is allemaal voorbij. Ja, heel erg voorbij zelfs, Penny. Daar staat ze. Het is eindelijk over, jongens. Het is klaar. Oh, gaan we nu ook 1,5 jaar terug? Maar Team Star weet helemaal niet wie Penny is of wie Cassiopeia is. Oh, kijk, ze heeft hun ook gebeld. Cassiopeia zegt, het is klaar hier. We gaan stoppen. Oh, dit is nu. Giacomo zegt, nee, stoppen we er echt mee. Je maakt een grapje toch? We zijn een beetje afgedwaald door Operatie Star. Alles is een beetje uit de hand gelopen. En Mella zegt, ja, nee, dat gebeurt er als je een stelletje pestkoppen aanpakt. En ze wat maniertjes leert. En Aerie die zegt, maar we hebben niet eens met ze gevochten op het einde. We hebben niks verkeerd gedaan. En Erika zegt ook, inderdaad. We hebben alleen maar verteld wat we wilden doen. En Ortega zegt ook, ja, ze hebben niet eens hun Pokémon eruit gestuurd. Voordat dat kon gebeuren maakten ze zich al uit de voeten en zo. Zo vast door onze outfits komen. En Cassiopeia zegt, ja, maar al die pestkoppen, die zijn allemaal weggegaan bij de academie. Hebben ze allemaal verlaten. En dat was nou precies niet wat we wilden. Giacomo zegt, ik denk dat je gelijk hebt. En Cassiopeia zegt, ik fix dit. Laat het maar aan mij over. Mella vraagt, wat zeg je nou eigenlijk? En Penny zegt, ik ben degene die Team Star is begonnen. Ik heb jullie hier allemaal meegesleept, dus ik neem de verantwoordelijkheid. En Atticus zegt, je bent een nobele en aardige baas. Penny zegt weer, nu de pestkoppen weg zijn, moeten jullie weer terug naar school. En Mella vraagt, en jij dan? Penny kan niet terug, zegt ze. Ik wil jullie gewoon bedanken. Ik heb jullie nooit ontmoet in het echt. Maar jullie zijn zo aardig voor mij. En Aerie die zegt, stop daar, Bibi. Waarom praat je tegen ons alsof we nooit meer met elkaar zullen spreken? En Cassiopeia zegt, ik moet voor wat dingen gaan zorgen. En ze gaat ophangen. Ze gaat ophangen, hè? Zonder dat zij weten wie Cassiopeia is. Oh, ze staat gewoon buiten. En ze bedankt Team Star voor alles. En ze loopt weg. Arme Team Star baasjes. En Penny zegt, dankjewel Rickachu, dankjewel Clive. Clive is blij dat hij erbij was. Dit is het einde van Team Star en voor mij. Maar Clive zegt, ik wil eerst nog iets met jou checken, Penny. Waarom heb jij Operatie Starfall opgezet als jij toch de baas bent van Team Star? Kon dit niet op een andere manier? En Penny zegt, ja, ik probeerde de baas al een keer te vertellen dat we er klaar mee waren. Maar ze zijn nog steeds niet gestopt toen ik dat zei. Niemand heeft het recht om iemand te commanderen in het team. Dat staat geschreven in de regels. Dus ik kon ze wel dingen vragen. Maar ik kon ze geen orders geven, dankzij de code. Maar ze moesten wel de challenges accepteren als iemand hun kwam challengen. Dus dit was de enige manier. En Clive vraagt, wat betekenen je vrienden voor jou? Ja, en nu komt er antwoord. En ze zegt, ze zijn mijn grootste schat. Nou, een perfect antwoord. En Clive zegt, nou jonge dame, er is iets wat ik met jou wil discussiëren, waar ik met jou over heb. Penny zegt, doe normaal. Clive zegt, hier, kom mijn identiteit. Ah, Clavel! Oh, Penny, zag je dat echt niet aankomen? Penny zag het niet aankomen. Oké. Okay. Penny zegt, was die outfit niet iets te veel gevraagd? En waarom had je een pruik op? Oh, Clavel roept iedereen. Wie is iedereen dan? Is Team Star hier? Is Team Star hier? Dat zou wel leuk zijn. Ja, Team Star, ze zijn hier gewoon. De grote baas. Zien ze nu eindelijk onder ogen. Ja, dit is wel leuk. Dit is wel cool. De grote reunie, terwijl ze zich elkaar ook voor het eerst zien. Ja, cool. Giacomo is erbij. Melly. Atticus is hier. Ze hebben allemaal wat te zeggen voor Penny. Ook Ortega. Die zegt, ik heb net je nieuwe naam gehoord, Penny. Voor het eerst. En Aerie die zegt, we hebben je eindelijk gevonden. Ik was zo ongerust. Nou ja, dit zijn je matties, Penny. Aangenaam kennis maken. Oké, gang. 1, 2, 3. Oh, shee. Even de Team Star groet. Clavel wil iets zeggen namens de academie. Sorry voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan op de academie. En ik wil 1 ding zeggen. Team Star is weer welkom op de academie. Nou, dat is nice. Gaan jullie weer naar school, jongens? Oh, Team Star mag ook gewoon blijven te bestaan. Oké, kijk. Ze gaan even een discussie in de groep, hoor. Aerie zegt, wow, Penny, dit is geweldig. We kunnen gewoon samen blijven. Atticus, zijn hart is vervuld met glee. En Penny zegt, maar ik heb jullie allemaal verraden. Nee.
Giacomo die zegt helemaal niet. Je wilde gewoon dat wij niet geschorst werden van de school. Je was gewoon bezorgd. Oh, Clavel wil even de aandacht. Er zijn nog wat dingen die ik met jullie wil discussiëren. Bijvoorbeeld dat jullie geen outfits dragen. Jullie gebruiken equipment van de academie wat helemaal niet mag. Jullie hebben auto's gemodificeerd. Moet ik nog verder gaan? Dit kan ik niet negeren. Oh, we hadden zulke goede vibes, meneer. Doe eens even normaal. En als straf moeten jullie allemaal iets gaan doen voor de school. Penny moet de STC's gaan managen. Wat is een STC? Star Training Centers? Wow, daar kunnen mensen hun Pokémon trainen. In samenwerking met de Pokémon League. Dat is wel cool. En de rest worden STC staff members. Ja, oké, dat is best wel een goede deal, man. Ik zou deze deal accepteren. Ja, zo te zien gaan ze het allemaal accepteren. Ze zijn er blij mee. Maar Penny moet beslissen. En die vraagt aan mij. Ja, ik zou het doen, Penny. Ze twijfelt nog steeds. Nou, dit was wel toppertje, hoor. Ik moet nog even langs het kantoor van de directeur. Ja, maar eerst moet ik volgens mij slapen. Hallo, meneer. Ik ben er. Clavel wil me nog even bedanken. Nou, is goed, joh. Graag gedaan. Ik had toch niks beters te doen. Oh, er komt nog iemand. Hallo. Oh, Penny. Hallo, Penny. Hallo, directeur. Kijk, ze gaan aan de STC's werken, hoor. Samen met Team Star. Helemaal top. Penny zegt maar, ik verdien meer straf dan de rest. Ach, Penny. Don't be too hard on yourself. Oh, je bent... Oh. Penny heeft de Pokémon League gehackt. Wat? Oké. Clavel dacht niet dat het mogelijk was. Clavel moet het even overleggen met Miss Gita wat ze hieraan gaan doen. Oh, ik wilde verder, maar ik word gebeld door Penny. Hallo, Penny. Oh, die wil ook weer met me praten. Oké, is goed. Ik kom eraan. Ze wacht beneden bij de trap. Ben je hier? Hallo? Ja, je hebt wel een vette tas, Penny. Daar kan ik niet over liegen. Ze zegt hasta la vista. Gaat ze er vandoor? Ze vindt het zelf ook cringe. Ja, inderdaad. Het is wel een beetje cringe. Ik dacht dat ik heel erg gestraft zou worden omdat ik de Pokémon League heb gehackt. Maar dat valt best wel mee. Ik moet daar gaan werken om ze te helpen, om ze beter te beveiligen. Ah, dat is wel nice. Ik vind nooit de juiste woorden, maar dankjewel. Je hebt Team Star gered en mijn vrienden ook. Ik kan je niet met genoeg woorden bedanken, dus hier... Oh, we krijgen een TM Draco Meteor. Sick, dat klinkt goed. En er is nog één ding. Als je ooit iets vindt waarmee ik jou kan terugbetalen, laat het me weten. Ik kan heel goed hacken, ik ben goed met machines. En dat soort dingen. Dus de volgende keer help ik jou. Tot later. Hasta la vista. Doei, Penny. Doei. Graag gedaan. Ik heb je graag geholpen. En ja, Starfall Street is klaar. Alles wat met Team Star te maken heeft, is hierbij afgelopen. Dus dan kunnen we nu de andere twee dingen gaan doen. De Pokémon League. En we kunnen Arvin gaan helpen. Ik denk dat ik de Pokémon bewaar tot het laatst. Dus als je dat allemaal nog wil zien, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dit was een lekker lange aflevering. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!